Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video wil ik het hebben over patronen. Wat zijn patronen? Waarom is het handig om te weten wat patronen zijn natuurlijk? En wat houdt het in? En hoe kunnen we patronen doorbreken? Patronen zijn dus dingen of gewoontes eigenlijk die we standaard doen. Even als voorbeeld, je wordt 's morgens wakker en het eerste wat je doet is nou, je gaat naar de wc. Daarna zet je een bak koffie, dan loop je naar boven en dan ga je de douche in en dan ga je lekker douchen en dan ga je ontbijten en dan rij je naar je werk toe. Dit is een, als je dit elke dag dezelfde wijze doet, dan noemen wij dat een patroon. Is dit erg? Nee, natuurlijk niet. Alleen als jij alles automatisch gaat doen de hele dag door, dan wordt het natuurlijk een beetje saai. Dus dit zijn patronen. Waar komen deze patronen vandaan? Uit het onderbewustzijn. Als kind leren wij ons onderbewustzijn te programmeren, noem ik het altijd. Hè? Het programma. Vergelijk het altijd met Windows. Je hebt een machine, dat is het lichaam. Je hebt een Windows wat erop draait, wat je gewoon opstart. En dan kan je daarop apps installeren. En dat zijn onze bewuste keuzes. Dus daarin kunnen wij ons lichaam sturen. Dus onze hersenen veroorzaken deze patronen. Patronen zijn dus ook tegelijkertijd neuronen die tegelijk afvuren, noemen ze dat. Dus op het moment dat jij bepaald een actie doet, dan je gaat praten, dan vuren er bepaalde neutronen af. En als je beweegt, vuren er bepaalde neutronen af. En doordat de neutronen in een bepaald patroon zitten, dat is ons onderbewustzijn dat dingen stuurt vanuit wat we gewend zijn, of waar we een gewoonte in hebben, of dat we een patroon doen. Ons brein, gaan we eventjes een klein beetje op inzoomen. We hebben het reptiele brein, we hebben het emotionele brein en we hebben het grote brein. Het grote brein is eigenlijk onze gedachtes waarin we denken, waarin we dingen waarnemen. Ons reptiele brein zorgt voor ons bloeddruk, onze hartslag, onze ademhaling. Eigenlijk de basis overlevingsinstincten en ook onze seksuele dingen. Ons emotionele brein, ik heb er net ook een video over gemaakt op mijn andere kanaal, maar ik ga dit even kort samenvatten. Ons emotionele brein, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een reptiel, hebben we een reptiele brein. Een reptiel kan gewoon zonder emotie, kan zijn vrouw of kinderen kunnen opgegeten worden en hij hoeft geen ene emotie te tonen. Dit is omdat een reptiel geen emotioneel brein heeft. Een zoogdier daarentegen weer wel. Op het moment dat een kindje bij de moeder aan het zogen is, creëert dat een emotionele band. En dat is bij mensen precies hetzelfde. Dus, en dan heb je daarboven het grote brein, waarin we kunnen waarnemen, kunnen interactief kunnen zijn met mensen en dieren. Eigenlijk alle andere dingen, zonder dat er emoties of wat dan ook aan gebonden zijn, dat doen we met de rest van onze hersenen. Dus er zijn bepaalde patronen die altijd, ik noem het weggetjes voor het gemak, die jouw hersenen tegelijk afvuren als er iets gebeurt. En dat noemen wij een reflex. Oftewel een reflex. Hè? Je hebt soms wel eens dat iets heter is en dat je snel dit doet. Of dat als je onder stroom staat dat je ook snel dit doet. Zonder dat je er überhaupt over na hoeft te denken. Dat zijn reflexen. Dus dat zijn ook eigenlijk patronen die we onszelf aanleren. Kunnen wij deze patronen doorbreken? Dat is natuurlijk de vraag. Wat eigenlijk voor altijd werkt, is een tegenbeweging. Dat heb ik ook in mijn video projecteren heb ik het over gehad. Tegenbeweging is eigenlijk het moment dat je bij jezelf herkent van hey, dit is een patroon.
wat kan ik hier anders in doen? Bijvoorbeeld dat voorbeeld dat ik aanhaalde in het begin van hey, je gaat 's morgens eerst plassen, dan koffie pakken, dan douchen. Doe het een keertje anders. Stap een keertje aan de andere kant van je bed eruit en ga eerst douchen en dan plassen en dan koffie doen en dan eten. Of je begint met eten, maakt niet uit. Het gaat even om dat je een andere weg kiest 's morgens. Als je naar je werk rijdt en je hebt de mogelijkheid om op een andere weg te rijden zonder te laat te komen op je werk natuurlijk. Je kan natuurlijk wel door heel Nederland heen gaan rijden om maar een ander patroon aan te leren, maar daar is je baas niet blij mee. Je kan jezelf door hele simpele stappen al andere patronen aanleren, waardoor je hersenen nieuwe weggetjes aan het verzinnen is. En dat is een soort van mindfulness of mind training, zodat je jezelf je eigen patronen kan doorbreken en een ander patroon kan aanleren. Door dingen eigenlijk pas te beslissen op het moment dat dingen gebeuren. Daar zijn mensen eigenlijk heel goed in. De meeste mensen vertrouwen dat niet, omdat ze vastgeroest zitten in hun patronen. En vaak niet eens bewust daarvan te zijn. Eigenlijk omdat onze ouders en onze omgeving dat in onze jeugd niet hebben geleerd, dat wij bepaalde patronen hebben en dat wij die patronen af en toe moeten doorbreken om onze hersenen fris en jong te houden. Dus om een patroon door te breken moeten we een tegenbeweging maken of een andere beweging of juist gewoon gaan bewegen. Dat is ook belangrijk dat je fysiek dingen beweegt. Bijvoorbeeld op het moment dat iemand boos wordt, in plaats van boos te worden, dat is vrijwel een automatische reactie. Ook vaak een patroon op het moment dat iets gebeurt, boos te worden. Het is absoluut niet nodig en het is heel slecht voor je gezondheid, slecht voor je hart, slecht voor je immuunsysteem en al die dingen. Dus boos worden heeft geen zin. Het lost de situatie ook niet op. Dus wat gaan we doen? We gaan neurieën of zo. Even je brein afleiding geven van de situatie en je patroon doorbreken. Eventjes focussen op wat er echt gebeurde en dat relativeren of beredeneren met wat je weet. En dan een betere keuze kan maken in de situatie. Dus een tegenbeweging voor een heleboel mensen. Heel belangrijk dat ze te vaak vastzitten in een bepaald patroon. En dit is niet nodig, omdat patronen kunnen heel handig zijn natuurlijk. Ik zeg niet dat alle patronen slecht zijn. Stel je voor je loopt op straat en je bent aan het lopen en je zou moeten nadenken, heel veel moeten nadenken over het lopen, dan kan je niet meer je omgeving scannen. Oftewel, je bent niet meer veilig in je lichaam omdat je heel te bezig bent met hoe moet ik lopen. Dus patronen zijn niet per se slecht. Het is alleen soms, sommige patronen kunnen slecht zijn. Bijvoorbeeld boos worden of andere emoties die je automatisch de reflexen op situaties zijn soms niet nodig. Zeker niet. En ook als je op het moment dat je herkent dat je aan het in een patroon zit, dan is het belangrijk dat je dit patroon doorbreekt door een tegenbeweging. En daarom zijn die tegenbewegingen zo belangrijk. Ik hoop dat jullie nu begrijpen wat patronen zijn. Ik hoop ook dat jullie, als jullie vragen erover hebben, dat jullie dat even achterlaten. Dan kan ik die beantwoorden. Bedankt voor het kijken. Als je geabonneerd hebt en geliked hebt, ook dankjewel. Dat is niet voor mijn ego, maar gewoon om te zien dat mensen het ook waarderen. Bedankt voor het kijken. Tot in de volgende video. En heb een fijne dag vandaag. Peace.